Ja, en dan komen we wat dichter bij het onderwerp van vanmiddag. Wat is je associatie bij de term genetisch ontwerpen? Ik vind het leuk dat parametrisch zo centraal in het midden naar voren komt. Intern hebben wij de term genetisch ontwerpen namelijk bedacht als stap verder dan parametrisch of parametrisch ontwerpen, wat er meteen onder staat. Waarin wij een stukje kunstmatige intelligentie, in dit geval een genetisch algoritme, koppelen aan een parametrisch model. En daarmee dus op een kunstmatige, intelligente manier optimalisaties uitvoeren op het ontwerp. En dat doe je dus met genen, dat doe je met mutaties. En al die woorden komen mooi voorbij. Ja. Algoritmes zie ik naar voren komen. Dus de associatie met parametrisch ontwerpen, die is niet gek. Nee, maar net een stap verder. Net een stap verder. Gerjan, het is een begrip, genetisch ontwerpen, wat nog niet voor iedereen glashelder is. En ik vroeg mij toch ook af toen jij enige tijd geleden binnenwandelde bij jouw huidige werkgever. En je zei: dag, ik weet niet hoe jij. Is dat geen baas tegen je baas zeggen, maar. Toen je leidinggevende aansprak en zei: ik was van plan om iets met genetisch ontwerp te gaan doen. Hoe bevreemd keek men je toen aan? Was het iets van: zou je dan niet je heil elders zoeken en bij een farmaceutisch bedrijf gaan werken? Of werd je met open armen ontvangen? Ja, ik werk nu 3 jaar bij Antea Groep en genetisch ontwerpen was toen simpelweg geen ding. Maar ik solliciteerde met de vraag: ik vind drie dingen leuk. Constructief, waterbouw en programmeren. Als ik projecten kan gaan doen waar in ieder geval één, het liefst twee en als het kan drie van deze objecten bij elkaar komen, dan doe ik de projecten die ik leuk vind. En ja, wat ik vanmiddag laat zien is een constructief ontwerp wat wij geprogrammeerd hebben. Twee van de drie. Supermooi om aan te werken. En dat is uitgerold in de term die wij dan noemen genetisch ontwerpen. Nou, ik zou zeggen, ga je gang. En als je het zelf niet gaat zeggen, dan vermeld ik het nu alvast. Met deze technologie en het project wat je volgens mij ook gaat presenteren, hebben jullie een Infratech Innovation Award gewonnen onlangs. Dat was ook hoe wij op jullie spoor zijn gekomen. Dus ja, geeft aan dat het niet onopgemerkt is gebleven. Ik zou zeggen, hier is je kans om nog wat verder te werken aan de bekendheid van deze mooie aanpak. Gerjan. Dankjewel. Ik deel mijn scherm als het goed is. Okay. Ik heb op het schermpje naast mij heb ik de chat ook openstaan. Handig denk ik om vragen te verzamelen, maar ik ga ze wel pas beantwoorden aan het eind. Dus ja, welkom allemaal. Een presentatie over genetisch ontwerpen. Ik zal mijn pointer nog eventjes in beeld laten komen. Als het goed is, is die ook goed zichtbaar dan nu. Prima. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Gerjan Dorgelo. Ik ben 3 jaar geleden afgestudeerd aan de TU Delft, civiele techniek. Ik gaf net al een beetje een voorschaduw, maar ik hou van civiele techniek, structural engineering. Maar de waterbouw vind ik ook leuk. En in Delft zijn daar twee verschillende richtingen in. Dus ik vroeg me af, kan je ze beide doen? Dat bleek te kunnen, dus ik ben afgestudeerd in beide. En sindsdien werk ik bij Antea Groep als adviseur kunstwerken. Nu dus 3 jaar. En daar doe ik heel veel constructieve berekeningen. En waar dat kan, programmeer ik daarbij in Python. In mijn vrije tijd, mijn grootste hobby is muziek, concerten, of gewoon luisteren. En andere media, zoals films of YouTube, wat daarbij komt kijken. Ja, dit project zijn wij als Antea Groep aangegaan. Ik denk 1,5 jaar geleden zijn we ermee begonnen. Ik uiteraard niet in mijn eentje. Ik wil graag even 3 collega's nog naar voren brengen. Onze projectleider Simone de Rijken. Ze wordt ook genomineerd voor ingenieur van het jaar. Misschien heb je haar daar ook voorbij zien komen. Onze senior constructeur, Peter de Boer in het midden. En mijn mede-constructeur Trevor. Die ook heel veel heeft geholpen in het programmeren. Zijn profiel binnen Antea is eigenlijk gelijkig aan die van mij. Dan even kort voorstellen, Antea Groep, voor als jullie dit niet kennen. We zijn een groot bedrijf. We werken zo'n 1600 mensen hier in verschillende businesslijnen. Ik heb ze hier gepresenteerd staan. Ik ga er niet overal bij langs. Ik werk bij de afdeling infra en dan bij de vakgroep kunstwerken. Dus ik werk met name aan bruggen, tunnels, kade, muren. Wat daarbij komt kijken. Dat is verdeeld in een aantal categorieën. Ik ben dan een van de constructeurs.
de mensen die dus rekent hier aan. En Antea is te vinden in verschillende gebieden in het land. Ik zelf woon in Heerenveen en dat is dan ook mijn standplaats. Maar er is vast een standplaats dichter bij jullie, aangezien Heerenveen toch wel een eind noorden is. Dan even kort waar ik vandaag doorheen wilde. Programma. Uitdagingen infra in Nederland. Dan gevolgd door van wat is een open moot? We hebben genetische ontwerpen namelijk toegepast op open moten. En we zijn ook bezig met meer ontwikkelingen, maar ik wil graag open moten gebruiken als een case study. Dan hoe werkt AI? En hoe werkt onze AI? Kom daarbij kijken. Dan vervolgens de betrouwbaarheid en de toepassing hiervan. Gevolgd door de schaalbaarheid. Hoe kan je dit nog meer gebruiken? En wat gebeurt er nou in de toekomst? En dan komen we eigenlijk terug op de laatste vraag die ook in de Mentimeter naar voren kwam. Dus, uitdagingen infra Nederland. Ik denk dat jullie er eigenlijk allemaal wel bekend mee zijn. Ook al is dit niet een infraclubje. Maar we hebben een klimaatprobleem. CO2 is een ding. Er zijn veel meer schadelijke stoffen in de natuur dan alleen CO2. Dus reduceren waar het kan, is belangrijk. Maar we hebben ook een vervangingsopgave. Al onze bruggen, onze wegen, zijn met name 50, 60 jaar oud. Gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Hebben een levensduur van ongeveer die periode. En zijn dus eigenlijk allemaal aan vervanging toe. Of tenminste, dat is waar we natuurlijk niet op hopen. We hopen dat ze nog een beetje een tijd blijven staan. Maar ze moeten vervangen worden voordat ze niet meer veilig zijn. En vervolgens hebben we nog eens een tekort aan technici. Onze afdeling is groot. Er zijn veel ingenieursbureaus. Maar er is ook heel veel werk. En zeker als al die bruggen geïnspecteerd moeten worden. En als ze afgekeurd worden, vervangen moeten worden. Of gerenoveerd moeten worden. Ja, daar zit ontzettend veel tijd in. Assistentie van kunstmatige intelligentie zou dan natuurlijk praktisch zijn. Dus een case study, ik zei het al even, met open moten. De vraag opkomen, wat is een open moot? Ik heb hier een weergave meegenomen van een bus onder doorgang waar wij als afdeling aan gewerkt hebben. Bij hoofdstation Groningen is dit. Momenteel is het busplatform aan deze zijde. Binnenkort wordt die verhuisd naar deze zijde. En hier loopt dan het spoor. Maar er zijn een aantal bussenverbindingen. Die moeten wel naar die andere kant van het spoor. Dus je moet het spoor kruisen. In dit geval wordt hier een onderdoorgang gemaakt. Waar de bussen dus van links naar rechts met deze mooie animatie de onderdoor rijden. Bovenaan ziet er zo uit. Het is een tunnel van zo'n 300 meter lang. En dat beton kan je niet in één keer storten. Dat geeft krimpproblemen. Dus dat wordt gesegmenteerd in verschillende moten. Dan komt ook wat moten meteen naar voren. In dit geval 11 onderdelen. 5 daarvan zitten onder de grond. We hebben een dak. We noemen een gesloten moot. De andere 5 zijn de tunneltoeritten. Dus waar je langzaam naar beneden rijdt. Voor als je de tunnel ingaat. Of dus langzaam omhoog rijdt. Als je de tunnel uitrijdt. Die hebben geen dak. Zijn dus open aan de bovenkant. Open moot. Ziet er zo uit. In dit geval rijden we van linksboven naar rechtsonder. Langzaam de tunnel in. Dat is een U-vormige bak, een vloer waar het asfalt op gestort wordt. Muren om met name het water buiten te houden. En afhankelijk van waar in Nederland staat die gefundeerd op palen. Ik heb de palen hier iets vergroot uitgetekend, anders zou je het niet zien. Maar de kosten en de CO2 van al deze palen bij elkaar is verschrikkelijk veel ten opzichte van het geheel van het project. En dat deed ons afvragen. Kunnen wij hier wat slimmers mee? Qua input, stel we gaan dit parametriseren en daarmee dus ook genetisch ontwerpen, heb je heel veel parameters waar je aan moet denken. Ik heb hier een aantal opgezond. 1 is bijvoorbeeld de lengte van zo'n moot. Vaak zo'n 25 tot 30 meter lang. De breedte, van Groningen, er moesten 2 bussen simultaan doorheen kunnen. Je zat met een beetje bocht, dus die was 9 meter breed. Inputparameters voor je parametrisch model. Misschien heb je een betonkwaliteit meegekregen vanuit een opdrachtgever of aannemer. Input.
En deze constructie moet dan voldoen aan alle normen en eisen waar wij in Nederland aan moeten voldoen. Eurocode, ROK, misschien OVS. Die vormen dus alle belastingen, alle krachten die zich plaatsvinden op onze open modes. In dit geval dus het gewicht van zo'n bus. Of de gronddrukken, de waterdrukken, alles wat erbij komt kijken. En die funderen wij op palen. Op hoeveel palen? Je kan een relatief klein aantal palen doen. Maar die moeten dan relatief veel kilo's tillen of kilonewtons tillen. Zorg ervoor dat het dus hele grote palen zullen worden, die waarschijnlijk ook lang zijn. Dus dat is dan meteen puntje 2. Dat kan ook andersom, hè? Dat we heel veel palen doen, die kunnen dan wat kleiner, omdat ze met z'n allen per pal minder hoeven te tillen. Dus stel we willen zo'n 50 palen hebben we nou verzonnen. En die zetten we onder deze mode. Je hebt heel veel configuraties waarin je dat kan doen. Doe je de 10 in de ene richting en 5 in de andere richting, dan heb je 5 keer 10 palen, zijn er 50. In principe zou het ook andersom kunnen. 10 keer 5 is immers ook 50. Of 7 keer 7, nou, okay, is dan 49, is ongeveer 50. Maar dat zorgt wel voor dat de krachtswerking op de palen anders gaat zijn. En dat de grond dus ook anders gaat reageren op onze constructie. En dat is met de vraag, of met het gegeven bedoel ik, dat we zo'n 50 palen hebben. We zeiden net al, misschien willen we wel meer of minder palen. Er zijn nogal veel parameters. Maar ja, dat is te doen. Je kan een parametrisch model maken. Leuk dat dat dus ook meteen naar voren kwam in die WordCloud. Je kan met CIA Engineer kan je deze constructie modelleren. Alle krachten erop zetten. De geometrie er goed inzetten. En je kan de oplegreacties bepalen. Dan heb je een ander softwarepakket met Deformations. Kun je dan toetsen of die palfunderingen, zowel druk als trek, voldoen. En dan heb je dus de vraag, voldoet deze constructie aan alle wetten, eisen, normen en de vraag van onze klant, ja of nee? Voldoet, ja of nee? Of je hebt een unity check. Die heeft een klein beetje, achtergrond nodig. De constructeurs zullen dit kennen. Een unity check is een getal wat aangeeft hoe goed onze constructie voldoet. 1 is voldoet perfect volgens eisen en normen, maar zou er ook maar een grammetje extra ergens zijn, dan zou die niet voldoen. Alles wat daaronder zit is veilig, alles wat erboven zit is niet veilig. Maar heb je dus een unity check van 0,1, dan ben je dus eigenlijk veel te veilig bezig. En zorgt ervoor dat je constructie duur wordt. Dus je bent aan het optimaliseren naar een unity check die richting de 1 gaat, maar nog net niet 1 is. Dat is vaak wat wij als constructeurs doen. Hopende dat wij de prestatiescore verbeteren. Ik heb het hier een beetje vaag benoemd, prestatiescore. Maar je zou kunnen zeggen, het is een prijskaartje. Wij proberen een ontwerp te maken voor de klant die zo goedkoop mogelijk is, die wel voldoet aan alle eisen, wetten en normen. En zo'n prestatiescore is even belangrijk, want AI gebruikt die. Als jij een berekening hebt gedaan, wat doe je dan? Nou, je beschouwt je unity checks, je kijkt of die voldoet, niet voldoet. En heb je ergens enorm veel capaciteit over, nou, dan kan nog een pal weg, hij kan wat slanker. Of op het moment dat het niet voldoet, ja, dan heb je meer palen nodig. Dat is de handmatige procedure. En dat is dan ook parametrisch ontwerpen. Maar wij willen verder. Stel, je voegt hier brute krachten aan toe. Dat is een optimalisatiestrategie. Waarin je van tevoren bepaalt wat alle mogelijkheden zijn die technisch gezien zouden kunnen bestaan. Dus we verdelen het op 1 pal, 2 palen, 3 palen, tot en met ja, tot hoeveel haalbaar is. Het aantal palen, de lengte van de pal zou je alle opties kunnen beschouwen. En weet je wat, je rekent ze gewoon allemaal door, kijkt welke voldoet, welke niet voldoet. Vervolgens heb je alles wat voldoet in een lijstje over. Kijkt wat de prijs is voor ze allemaal. Kies de goedkoopste uit en het klaar. Klinkt relatief eenvoudig. Totdat je heel veel parameters hebt. En het aantal opties begint exponentieel te groeien. En oneindig rekentijd hebben we niet. Dus brute kracht is een hele goede strategie om het echte optimum te vinden in zo'n constructie. Maar die tijd is er simpelweg gewoon niet. Gelukkig kan het ook slimmer. Ik heb het even als-dan logica genoemd. Dus stel, onze palen moeten meer kilo's tillen dan dat ze aankunnen. Wat ga je doen? Je maakt hem dikker. Dat is logisch.
Of doen we meer pannen, want in principe doet dat hetzelfde. Dus het is lastig bij dit soort ingewikkelde constructies. Want als wij als-dan logica gaan toepassen, moet je ook echt kunnen zeggen, als dit er aan de hand is, dan moet dit gebeuren. En niet, dan wordt het een van deze twee dingen. Ja, dat werkt niet echt. Of je gaat alweer meer richting die brute kracht. Dan is er een stap 4. Dat zit mijn point in de vorm. Dat is artificial intelligence of machine learning. Waar die twee termen verschillen is een beetje complex. Ga ik daar nu ook niet op in. Maar ja, dit is dus een nieuwe manier om die inputparameters te verbeteren. Wat er namelijk gebeurt is de AI, ik ga het gewoon AI noemen vanaf nu, kiest een aantal parameters waarin die vrij mag kiezen. Er zijn ook een aantal parameters waar je niet in mag kiezen. Hè? De geometrie, de breedte, was opgegeven vanuit de opdrachtgever. Maar er zijn dus parameters waar de AI zelf aan mag zitten. Gaat dat parametrisch model door, berekent een output en dan gebruikt de AI deze feedback loop om de input aan te passen. Kijk wat voor effect dat heeft en rond. En dat brengt me meteen bij de vraag, hoe werkt AI? Dat rondje, hier is het rondje de andere kant op. Je verkrijgt een score, bepaalt nieuwe parameters, verkrijgt een score. Dat is hoe eigenlijk alle AI werkt. En AI is in heel veel verschillende smaakjes te vinden. Wij gebruiken genetisch ontwerpen, gebaseerd op een genetisch algoritme. En die wil ik even toelichten. Het doet namelijk impliceren dat wij genen gebruiken. En ik wil mijn constructie representeren als genen. Dus stel, ik heb hier het bovenaanzicht, dat is een open mode, gefundeerd op 7 pannen in deze richting, 4 pannen in de andere richting. Ja, dat kunnen ook andere hoeveelheden zijn. Laten we zeggen tussen de 6 en de 12 in deze richting en tussen de 4 en de 6 in deze richting. Dat zijn 7 keer 3 opties, dat zijn al 21 opties die we door moeten rekenen. Oh, en we hadden die verschillende type en lengtepalen. Laten we zeggen dat we zo'n 20 opties daarin hebben. En ineens heb je 420 mogelijke combinaties die je moet doorrekenen. Dat is nog net te doen met brute kracht. Als een berekening niet te lang duurt, kan je dat in een nachtje wel runnen. Maar er zijn veel meer parameters waar je iets mee zou kunnen doen. Dan moet je slimmer zijn. Dus het genetisch algoritme. Hoe kunnen wij dit nou echt representeren als genen? Ik heb hier de coördinaten van de stramienlijnen weergegeven. De eerste stramienlijn in x-richting, onze x-gen, is 5%. Dus van links naar rechts, van 0 naar 100%, vind ik de eerste rij op 5%. 20%, 35%, etc. In de andere richting heb ik 4 genen, in dit geval 4 palen. En op dezelfde manier heb ik die genen weten te representeren. Alle 28 pallen met deze 7 plus 4, dus 11 genen, kunnen beschreven worden. Hebben wij meer pallen, voegen we een extra gen toe. Maar in principe hebben we dus nu onze palfundering gerepresenteerd als een collectie genen, een chromosoom zou je kunnen zeggen. Stel we doen een berekening in zo'n SIA engineer programma of een ander programma, dan kan je berekenen wat de oplegreactie is. Een score. En die score wordt dan vertaald uiteindelijk naar een prijskaartje. Ik heb hier een random getal meegenomen, 683 kilonewton. Als wij ons model gaan optimaliseren, gegeven deze 28 palen, dan willen we eigenlijk dat deze oplegreactie naar beneden gaat. Dus daar gaan we ook voor zorgen. Dan even heel wat anders. Wordt zo duidelijk, ik beloof het. Schapen. Genetisch algoritme is namelijk niet iets wat zomaar uit de lucht is komen vallen. Veel van de nieuwe ontwikkelingen zijn gebaseerd op iets wat je ziet in de natuur. Vliegtuigvleugels gebaseerd op vogels. Logisch, die hebben ook vleugels. Ons algoritme gebaseerd op het fokken van schapen. Stel, we hebben een kudde schapen en we willen zoveel mogelijk wol in onze kudde schapen. Sommigen hebben wat minder wol, sommigen hebben wat meer wol. Maar door de generaties heen kunnen wij onze schapen optimaliseren. Dit is geen fairy tale, wat is dat in het Nederlands? Maar dit is echt hoe onze schapen meer wol hebben gekregen. Want als je de juiste schapen kruist, hebben hun genen positieve kenmerken. En hun kinderen zullen dan ook gemiddeld gezien meer wol hebben. Niet allemaal.
Maar sommige zijn beter. En doe je dat generatie na generatie, dan heb je vanzelf een kudde schapen met de kenmerken die jij wil. Nu hebben wij net onze constructie een score weten te geven. Een hoeveelheid wol is ook een score. En we hebben het ook weten te representeren als genen. Dus eigenlijk kan je nou biologie loslaten op een constructie. Dus ik heb hier een kudde open motor. Ja, die woorden blijven heel raar klinken. Maar ik heb een kudde open motor. Ik kijk welke het best presteren. En ik ga die kruisen naar nieuwe open motor. En ik doe dat voor meerdere kuddes, voor meerdere generaties. En ik krijg vanzelf een kudde open motor met karakteristieken die ik wil. En dat zijn karakteristieken die dus de constructie goedkoper maken. Want dat is mijn score. De score is hoeveelheid wol of het prijskaartje in het geval naar beneden. Dus hoe ziet dat er dan uit? We hebben zo'n berekening gedaan. Hier heb je die oplegreactie weer. Hier heb je die genen weer. En wat gebeurt er als ik één gen aanpas? Hij was net 20%. Ik maak er 17% van. En je ziet die rij opschuiven. Het is namelijk iets gerelateerd aan onze geometrie. En als we die doorrekenen, gebeurt er ook iets met onze oplegreactie, onze score. Hij is naar beneden gegaan. Dus we hebben nou een gen aangepast die positief is. Het had ook de andere kant op gekund. Hè? In plaats van richting 17% zou het 25% geweest kunnen zijn. En ineens is onze score gestegen. Hebben we dus een schaap, een open motor bij, die kenmerken heeft die we niet leuk vinden. Daar kan je ook van leren. Maar we hebben iets geleerd over onze constructie. Gen 2, of X-gen 2, na 17% is een goede verandering geweest. En doe dat nou eens voor gen 3, hè, of meerdere genen tegelijk, of de genen in de andere richting. En langzaam is je score aan het verbeteren. Doe je dit een hele nacht lang, voor in dit geval 28 palen, dat zou ook 29 palen kunnen zijn, of wat de kenmerken ook maar zijn, en je legt die uiteindelijk naast elkaar, dan heb je dus verschillende ontwerpen die allemaal geoptimaliseerd zijn. Je berekent het prijskaartje, uiteraard automatisch, en je hebt het beste ontwerp gevonden in de parameterset die je hebt opgegeven. Nou, zo'n AI werkt natuurlijk niet helemaal uit zichzelf. Je hebt een aantal, ik noem ze hier kuddeparameters, er is echt een technische term voor, maar daar ga ik even aan voorbij. In dit geval hebben we 5 schapen in een kudde. Op het boerenveld zijn die getallen iets groter. Maar rekentechnisch kun je ze zo groot maken als je wil. Vervolgens heb je een aantal generaties. In het echte leven duurt dat jaren uiteraard. Maar met de computerkracht die wij tegenwoordig hebben, kan je een hele hoop. Dan heb je een aantal mutaties die je kan doen. Hè? Een kind lijkt immers op zijn ouders, maar het is niet exact gelijk. Kan je mee spelen. Dus hoeveel genen verander je, maar ook hoeveel verander je dan die genen? En je hebt ook, dit is waar de biologie net een klein beetje verdwijnt, het aantal ouders wat je wiskundig gezien kan aanpassen. Schapen hebben over het algemeen 2 ouders, maar wiskundig gezien kan ik er ook 5 van maken in zo'n genetisch algoritme. Dus dat is hoe zo'n AI werkt. Maar dat klinkt een beetje eng. Het moet natuurlijk niet een black box zijn. Dat is waar we allemaal bang voor zijn. En dat is het ook niet. Ik wou heel even het glassbox principe laten zien. Een black box is, ik heb een input, er gebeurt iets, ik weet niet wat, en er komt iets uit. En weet je, geloof het maar, de AI heeft het verzonnen. Het zal wel kloppen. Dat is niet de bedoeling. Zeker niet als het gaat om constructieve veiligheid. Dus onze AI laat dan ook heel veel sporen achter met wat heeft hij gedaan, wat heeft hij besloten, wat heeft hij uitgerekend en wat daarbij hoort. Niet alle stappen, de details, zijn altijd goed te zien. Het blijft een AI. Maar de grote belangrijke stappen zijn navolgbaar. Je kan gewoon naar binnen kijken. En natuurlijk verificatie en validatie. We hebben referentiemodellen gepakt uit het verleden, die handmatig zijn uitgerekend voordat we dit genetisch algoritme hadden, om dan te kijken, wat had ons algoritme verzonnen als wij die toen hadden kunnen toepassen. Vervolgens alles uiteraard met handberekeningen nakijken. Zijn onze modelleringen juist, et cetera. En het houdt daarbij niet op, ook het 4-ogen-principe. Niet alleen als het gaat om de constructieve veiligheid,
maar ook als het gaat om of het programmeertechnisch goed in elkaar zit. En dat is uiteraard heel belangrijk. En dat leidt dan ook dat we dit al hebben toegepast. Ik liet het net al zien, dus onder doorgang Groningen. Het project was nog deels in ontwikkeling toen we begonnen met dit grote project. Daar hadden we open motor nodig. En daar hebben we onze tool deels voor ingezet. Meerdere motor hebben veel ontwerpen kunnen doorrekenen, om ze op die manier te kunnen vergelijken. En in elk geval op veel ontwerp de beste keus kunnen maken. En dat heeft ten opzichte van wat geraamd is, best wel wat CO2 en best wel wat kosten weten te besparen in die fundering, volledig door ze slimmer te plaatsen. Dan schaalbaarheid. Want open motors zijn leuk, maar ja, hoeveel bouw je er nou van in een jaar? Er zijn veel meer projecten die wij doen in Nederland als infra, maar ook als niet-infra, waarin dit toepasbaar is. Stel, je hebt een brug, dat is wel weer even een infravoorbeeld, dat is nou eenmaal waar ik bekend mee ben, en je hebt een paalfundering van een landhoofd. Ja, hoe ziet die eruit? Ja, je hebt een aantal palen, je hebt een lengtepaal, je hebt een typepaal, ze staan misschien een beetje scheef. Bovenaanzicht, zoals hier staat weergegeven, bekend plaatje, misschien bekend algoritme te gebruiken. Je hebt kadermuren, in Amsterdam zien we daar nu heel veel, groot vraagstuk. Je hebt lengteparameters, je hebt hoekparameters, en ineens zie je de vergelijkingen weer terugkomen. Kunnen wij dit representeren als schenen? Ja, zo'n lengte kan een parameter zijn, kan een grens zijn. En ineens is dit genetisch algoritme toe te passen. Dan wanden, net zo. En daar zijn we dan dus ook mee bezig. Zitten veel parameters in, zitten dus ook veel genen in, maar toepasbaar is het zeker. En dat brengt mij dan ook bij het laatste onderdeel, de toekomst. Binnen de organisatie is het daarin heel belangrijk dat wij veel programmerende ingenieurs hebben. Ik ben 3 jaar geleden afgestudeerd. Ben daarmee een niet heel ervaren constructeur, om het maar zo te zeggen. Maar ik heb wel die programmeerervaring opgedaan op de universiteit. En op hogescholen zie je het ook steeds meer. Maar daarnaast hebben we ook onze experts die garant staan voor de constructieve veiligheid hierin. Niet alleen is het een jongerenspelletje. Nee, het gaat immers om constructieve veiligheid. Wij moeten hier goed achter staan. We hebben experts nodig. En het is dan ook niet zo dat we die AI de nacht bezig laten gaan. In de ochtend heb ik een antwoord. En klant, alsjeblieft, hier heb je antwoord. Nee, zeker niet. Want door ingenieurs, voor ingenieurs. Ik heb het geschreven. Ik ben constructeur. Ik kan programmeren. Maar ik ben ook degene die het dan gebruikt. Ik en mijn collega's. Het eindresultaat is niet iets wat ik meteen kan doorsturen. Nee, het is wat de AI zegt dat het beste ontwerp is om voor mij om mee te beginnen. Er zijn namelijk nog heel veel randgevallen of elementen waar rekening mee gehouden moet worden. Afwerkingen, rare hoekjes. Dat is wat die AI even negeert. Dat is in elk geval een uitgangspunt voor mij om mee te beginnen. En in plaats van dat ik al dat werk moet doen om na te denken over ja, hoeveel palen, welke palen. Daar heeft kunstmatige intelligentie al voor mij over nagedacht. En naar buiten is het ook belangrijk om hier goed over na te denken. Want ik gaf het net al aan, we moeten verantwoordelijk zijn. Het gaat om constructieve veiligheid. Dat moeten we altijd waarborgen. Daar kan je geen shortcuts in nemen. En daarom zijn we ook bezig met een kwaliteitsprocedure. En zijn wij richtlijnen aan het opstellen. Die dus ook gewoon publiekelijk inzichtelijk worden. Op het moment dat wij zo'n tool gebruiken. Om gewoon aan te tonen hoe onze procedure in elkaar zit. En dat dit dus een veilige methode van werken is. Want op dezelfde manier was men vroeger op de tekentafel met een potlood aan het tekenen. Dat doen we ook niet meer. En die computer, ja, die werd ook op een gegeven moment toegevoegd. En ja, dat is een stukje business- en marktintegratie. Dat heeft even tijd nodig, maar daar wordt uiteraard aan gewerkt. En kennisdeling. Dit is een intern project geweest om te kijken wat allemaal mogelijk is. En er is echt een hele hoop mogelijk. Maar compleet is dit vast niet. Er is zoveel te leren. Er is hier een chatbox die ik links open heb staan, waar ik nog niet aan heb gekeken. Er vast hele goede toevoegingen in staan. Ja, dat hebben wij nodig. Maar dezelfde kant op kan dat ook. En daarom ben ik natuurlijk hier. Dus ja, wij willen voorlopers zijn. Ik geloof ook dat wij dat zijn. In digitale engineering en automatisch optimaliseren. Ja, en dat is daarom ook waarom wij de Infratech 2023 hebben mogen winnen.
met echt dit onderwerp. Dus samengevat. De computer denkt en kiest. Het is gewoon de toekomst. Je kan er niet omheen. Je zag net al hoeveel mensen ChatGPT gebruikt hebben. Al kan het voor simpele kleine dingetjes zijn, zoals spellingscontrole, of het maken van een afbeelding, zoals we dat net ook zagen in de Mentimeter. Dat zijn dus de eerste stappen. Maar het gaat ook echt ons werk beïnvloeden. Het beïnvloedt mijn werk al. Dus het gaat echt ontzettend snel. En die ingenieur blijft essentieel. Dus nooit AI iets laten uitrekenen en het naar de klant sturen. Zeker niet. Het blijft constructieve veiligheid. Het gaat terug naar die ingenieur. Maar het is een heel erg goed uitgangspunt om mee te beginnen. En daarom is genetisch ontwerpen de toekomst. Want in onze voorbeeldprojecten lieten wij al zien hoeveel geld wij kunnen besparen. Hoeveel van het CO2 wij hadden kunnen besparen als wij onze tool toen hadden gehad. Dus wij zetten onze schaarse kennis efficiënt in. En we rekenen daarmee ook nog sneller. Want al dat werk wat ik moet doen om te kijken hoeveel palen we nodig hebben, wat voor type palen we nodig hebben, dat is niet meer nodig. Bedankt voor uw aandacht. Jan, complimenten voor een heel compleet en veelzijdig verhaal. Dank je wel. We hebben inderdaad een paar vragen en opmerkingen in de chat in ontvangst genomen in de tussentijd. Dus ik wilde eigenlijk degene die iets hebben aangegeven zelf daarbij het woord geven. En dan, Martin, dan begin ik bij jou. Jij stelt de vraag, dat was helemaal aan het begin van de presentatie, waar blijft hierbij de robuustheid bij de Unity Check? Zou je dat nog even willen toelichten voor de andere aanwezigen en voor Gerjan? Ja, dat kan ik. Ben ik hoorbaar? Ja. Ja, dat kan ik. Dat heb ik. Ik zal ook mijn video aanzetten. Ik kom uit de oude generatie en ik heb geleerd om flexibel te ontwerpen. En daar zijn altijd vraagstukken over van robuustheid. En als je echt op het optimum gaat ontwerpen, dan heb je je robuustheid geen waarde, geen parameter meegegeven. En ik vraag me altijd af van, blijft het, ja, nogmaals, hebben we die robuustheid nodig of hebben we die robuustheid niet nodig? Als je op het optimum zit, dan ben ik dat je die robuustheid kwijt bent. Nou, daar ben ik niet bang voor. En dat heeft te maken met het feit dat robuustheid op verschillende manieren gevonden kan worden. Ik ga even terug naar een van de eerdere plaatjes. Ik ben daar een klein beetje aan voorbij gevlogen vanwege de tijd. Stel, dit is ons ontwerp. En de bal in het rood aangegeven wordt het zwaarst belast met 658 kilonewton. Hoe zwaar zijn die andere ballen belast? Is deze bal in zijn uiterste grensgeval misschien met 300 kilonewton belast? Dat zou zonde zijn en daarmee overdimensionering. En onze AI is heel goed in het op die manier spreiden van de krachten. Dat betekent niet dat je hoeft te gaan tot die unity check is 0,99999. Nee, je kan nog steeds instellen, stop bij 0,95, hou die robuustheid erin. Maar zorg er wel voor dat alle palen doen waarvoor ze nodig zijn en ook staan waar ze nodig zijn, in plaats van dat er één pal flink belasten en dat de rest eigenlijk een beetje voor de vorm erbij staat. Dus dat is hoe die robuustheid hier nog steeds in blijft zitten. Dankjewel. Nee, ik begrijp het. Ik ben geen constructeur, vandaar dat ik misschien daar anders tegenover kan staan. Maar dank voor het antwoord. Geen enkel probleem. Ik heb diezelfde vraag ook al eens gehad van een constructeur. Ik hoop dat door dit erbij te zeggen, dat dat duidelijk is. Ja. Oké, goed dat deze vraag inderdaad werd gesteld. Ik zie een opmerking van Jordan, maar dat is meer een compliment. Heel gaaf, zeker een mooie taak als sector om na te denken over welke randvoorwaarden we mee kunnen geven aan de AI-basisontwerpen om kwaliteit te waarborgen. Misschien, Jordan, heb je daar zelf ook ideeën bij van het soort van randvoorwaarden wat je zou willen verwerken? Ja, het is een lastige, wat we net ook al zeiden. Het is, ik beschouw zelf de ChatGPT als een hele slimme, domme collega die ik heel goed moet zeggen wat hij moet doen. Dan krijg ik een 80% versie. Hetzelfde geldt natuurlijk ook een beetje met je ontwerpers, daar AI aan mee gaat geven.
Dus welke, ja, hoe kunnen we als sector eigenlijk waarborgen dat we AI kunnen gebruiken zonder dat het een warboel wordt aan allerlei verschillende initiatieven, verschillende manieren van werken, verschillende opzetten, et cetera. Ik denk dat we daar als sector breed, misschien zeker nu het nog in de kinderschoenen staat, best wel ja, de eerste stappen in kunnen zetten. Ja, en daar zijn ook wel samenwerkingsverbanden in. De exacte status daarvan weet ik niet. Mijn collega's zitten daarin. Maar ja, dat is een heel goed punt wat je daar noemt. Oké. En wellicht dat deze bijeenkomst daar ook weer wat aanknopingspunten voor gaat bieden om die samenwerking met elkaar te zoeken. Ik sla de opmerking van Jeroen Koenders over. Die ging nog even in op de robuustheid, maar ik denk dat we dat behandeld hebben. Dan zie ik Marco Stevens met een vrij lange mededeling. Marco, zou jij die voor het publiek nog een keertje willen geven en toelichten? Is Marco Stevens nog in de sessie? Ik hoor geen geluid. Hij zit nog in de sessie. Ja, oh, zijn microfoon werkt niet. Nou, dan lees ik hem voor. Hou je vast, Gerjan. De AI maakt gebruik van de variatie van parameters. Dat kunnen continue variabelen zijn of discrete variabelen. Voor optimalisatieproblemen lijkt het mij dat het voor convergentie van je oplossing fijner werkt met continue variabelen dan met discrete variabelen. De laatste zorgen met name voor vastraken in een lokaal optimum. Is er een manier waarmee jullie dit probleem omzeilen? Genetische algoritmes zijn al veel meer gebruikt buiten de civiele techniek en hebben manieren om te gaan met die discreetheid. Maar wij hebben ook discreetheid in ons model zitten. Immers 28 palen of 29 palen. Het is erg lastig om 28,5 pal in de grond te zetten. Er niet zoveel. Dus wat wij doen is, wij runnen die parallel multicore. Er zijn een aantal interessante opties. Een stuk of 20. En we geven ze allemaal een tijdsdomein om zichzelf daarin te optimaliseren. Een aantal van die ontwerpen valt heel snel af. Als je een prijskaartje berekent, veel te duur. Is meteen duidelijk. 100 palen voor zo'n kleine open mode, ja, is niet nodig, weet je. Dus die zou je dan kunnen wegstrepen. En al die varianten die niet haalbaar lijken, vergeleken met de beste 10 kandidaten, kan je wegstrepen. Nou, geef je ze nog een paar uur de tijd. Allemaal mondjesmaat zijn ze zichzelf aan het verbeteren. Pakken we toch 5. Nog een paar uur, top 3. En dan uiteindelijk wordt er een top gegenereerd. Dat kan heel mooi op het moment dat je maar één discrete variabele hebt, zoals wij dat nu hebben. Als je er te veel hebt, ja, dan moet je echt eens die Wikipedia-pagina lezen van genetische algoritmes. Die weten daar heel goed mee om te gaan. Want in zo'n lokaal optimum komen is inderdaad niet de bedoeling. Ik zat net te kijken of ik hierin kon tekenen om dat toe te lichten. Stel, we hebben een grafiek. Dit is onze prijs. En dit is een variabele. Ik noem hem gewoon P. Het maakt niet zoveel uit wat het is. En hij ziet er zo uit. Wij zijn op zoek naar de goedkoopste prijs. Nou, die zit duidelijk hier. Maar onze AI is niet zo slim. Die heeft een ontwerp momenteel uitgerekend. En die zit in de buurt van hier. En die doet zijn best om het optimum te vinden. En die ziet dat hij naar links moet. Oh, die gaat iets te ver. Ziet dat hij naar rechts moet. En die vindt het optimum. Hij zie je. Gevonden. Dus ja, klaar. We kijken naar het hele plaatje. Het optimum zit, als je heel even de berg over gaat, ergens in het hele diepe dal. En daar komen een aantal van deze kudde parameters naar voren. Daarom teken ik hem hier. En het aantal mutaties en de mutatiesignificantie die je doet, zijn hier heel belangrijk in. Heb je je mutatiesignificantie te groot en je zit bijvoorbeeld in de buurt van het echte optimum, dan kan het zijn dat hij helemaal naar links schiet. Ja, dat lijkt niet de bedoeling. Maar zit je in de buurt van het lokale minimum, dan wil je wel dat hij eruit weet te springen. En ergens daarin is fine-tuning. Dat hebben we uiteraard gedaan voor open motor. Maar dat is wel waar die kudde parameters om de hoek komen kijken. Daarom liet ik dat even zien. Jan, ik heb de indruk dat je niet voor één gat te vangen bent hiermee. Ondertussen schrijdt de tijd voort. Dan hebben wij nog
de gelegenheid voor één of twee vraagjes. Ik wilde even naar Sandra Hombergen. Die zegt, wil jij je ook ontwikkelen tot expert zoals je oudere collega nu is? En hoe wil je dat doen? Ja, als je het antwoord hebt op die vraag, dan hoor ik dat graag. Ik ben heel snel geïnteresseerd in heel veel verschillende onderwerpen. Dus daarom ook zowel constructeur als programmeur. Simpelweg zorg dat ervoor dat je van beide dingen veel leert, maar niet van dat ene kleine onderwerp meer leert wat je had kunnen leren. Maar ik denk waar programmeren en constructieve bezigheden samenkomen, dat daar wel de toekomst zit van heel veel van het constructeurswerk in de toekomst. En ja, dat ik in de eerste jaren daar aan mee mag helpen, is alleen maar mooi. Goed. Ga ik tot slot, denk ik, naar Paula, de heer van TNO. Want die geeft aan dat er ook al allerlei samenwerking en pogingen tot standaardisatie worden ondernomen. Paula, kun je daar iets over vertellen? Nou, zeker. Ja, bij TNO gebruiken we dit soort technieken ook heel veel. Ook in het constructieve domein hebben we een team dat hier veel aan werkt. Verschillende AI-technieken eigenlijk zelfs. En ja, wij werken veel samen met diverse bedrijven. Ik gok ook wel meerdere bedrijven die hier aangesloten zitten. Maar we zijn ook een grote proponent in de Nederlandse AI-coalitie en NLAIC. En daar is het hoofddoel juist om precies dit soort standaardisering op te richten van gebruik van AI-methodieken. Hoe communiceer je erover? Wat voor frameworks gaan we opzetten met elkaar? Dus daar zijn we hard mee aan het werk, ook in het civiele en infradomein. Ja. En als mensen daar meer van willen weten, hoe gaan ze dan te werk? Je kan het, als het is, een hoop vinden op de website van TNO. En daar kun je mij en mijn collega's ook zeker wel vinden. Ik sta er ook altijd voor open om even gewoon koffie te plannen, digitaal, wat dan ook, kennis te maken. Dus ik zal mijn e-mailadres ook even hier toppen. Fijn, doe dat, ja. Ja, nou dankjewel Paolo. Gerjan, het is 4:00 en wij zeiden van tevoren al, we kunnen hier waarschijnlijk wel twee online Fridays mee vullen. En wie weet, komt er nog een vervolg? Maar voor nu zijn we toch echt aan het einde van de tijd gekomen. Ik zie nog een paar vragen waar we helaas niet aan toe kwamen. Ik zou jou eigenlijk willen vragen, Gerjan, om dat dan na de uitzending nog even door te nemen, te kijken of je daar eventueel op kunt reageren. Ja, als de mensen die de vraag hebben gelaten nog even in de chat kunnen blijven hangen, dan zal ik erop reageren. Ja, laten we dat doen. Maar dan geef ik nu degene die zeggen 4:00 is 4:00, ik moet verder. Die geef ik dan nu de gelegenheid om afscheid te nemen. Dank allemaal voor jullie aanwezigheid. Ik hoop dat het aan de verwachtingen heeft beantwoord. En heel graag tot de volgende keer.